tegen die tijd. Op mijn vraag van een paar weken terug of ik begin september vrij mocht nemen, antwoordde een collega: is mij te ver weg, we kunnen wel dood weten tegen die tijd. Het antwoord dat ik niet zag aankomen. Al is het natuurlijk wel zo. Of we elke keer de avond halen, is een kwestie van deo volente, ijs en wederdienende, bij leven en welzijn en inshallah. Voor een deel hebben we de regie over het eigen lot en dat van onze naasten, voor een deel niet. Er is een complete industrie rond die wetenschap opgebouwd. Met als belangrijkste gedachte: genieten mensen, het is maar even. Waarna de link meteen gelegd wordt met een unieke aanbieding voor 10 dagen Mallorca all-in, de lekkerste latte macchiato of een holistische massage in wijk bij Duurstede. Om die reden pak ik soms om 11:30 op mijn vrije dag een glas witte wijn. Zoals iemand het formuleerde: ik heb niet de illusie dat ik 200 word en het moet wel een beetje leuk blijven. Voor deze houding is veel te zeggen, zij het dat er één nadeel is. Je kunt leven alsof het de laatste dag is, maar vaker is dat niet zo. Het is net biljarten. Je moet een karabol maken en tegelijk overhouden voor de volgende stoot. Of nog beter, stoten. En dat zei ik tegen de collega. Goed punt, maar stel dat we dan toch niet dood zijn, kan ik vrij nemen? Hij knikte. Ja, mignon, laat ons er maar weer verzitten.